Yo guys, welkom in deze video. Vandaag spelen we Minecraft minigames, of ja, gewoon elk parcours op de iMine server. Het IP is imine.nl. Als je het ook wilt komen doen, oh shit, die voice crack. Wat is deze? Raytrace. Dat is echt oud. Ik heb ooit, toen ik zo'n beginnende YouTuber was, heb ik ooit zoiets, dat is al 2 of 3 jaar geleden ondertussen, hadden ze ook Raytrace op deze server. Ja, ik had er altijd veel video's van gemaakt. En ik laat nu even een video in beeld komen. Mijn FPS is niet zo hoog trouwens, denk ik. Nee, mijn FPS is echt laag. Kan dat? Zo, even een TNT voor andere mensen een beetje te kloot. Kan nooit kwaad. Dus ja, dat was de video. Dat was nog op mijn oude kanaal. Ja, jezus. Dat die minigame gewoon gaat terugkomen is super cool. Maar nee, ik weet echt niet over waar ik moet praten. Wat ik wel weet is echt gewoon dat het veel te mooi weer is. Dat ik eigenlijk buiten zou moeten zitten. Maar you know, I don't give a damn. Oké, we zijn nu al best hoog eigenlijk. Ik ben ooit eens helemaal daar geraakt. En dan was ik gevallen. Maker Tim is het. Tag it. Nee, we zijn een parcours aan het doen. Dat gaat niet. Huh. Ah, doe me man. Dat was zo'n makkelijke jump. Hoe kon ik die failen? Alrighty right. We zijn hier terug. En nu moet ik die jump wel halen. 3, 2, 1. Boom. En deze is echt een kut jump. En deze is echt rot. Echt rot. Oké. Okay. Oh, ja, shit. Ik had te vroeg gesprongen, oh my god. Vroeger was ik echt goed in parcours, maar nu stuk ik echt gewoon de ballen. Voor de mensen die zich afvragen, ik ben niet naar de YouTube gathering geweest. Waarom? Ja, I don't know. Ik heb echt geen zin om helemaal een trein te pakken naar waar is het, Groningen of Utrecht. Ik weet het niet. Dat is gewoon te ver. Misschien wil ik dat volgend jaar wel eens doen. Ik zie dat wel. Dat zijn problemen voor dan. Maar gast, waarom lukt die ketchup niet? Dat is ook een rotte jump. Deze bal nog mee, omdat je dan niet helemaal opnieuw moet beginnen. Ik hoor echt zo, waarschijnlijk hoort je mij zo de hele tijd zo op mijn toetsenbord zo bezig. Oh, we zijn terug van oefenen. Maar, oh, lalalala, dat bedoel ik dus dat een kutjump is. Dat gaat er eens op, gast. Matthias! Sorry. Maar, waarom lukt het niet? Ah. Ik weet nog dat ik vroeger ook altijd zo'n harde fan was van Ayordi. Dat ik zelfs met een Hollands stemtje mijn video's zat te maken. Het was echt droog eigenlijk. Nu zit het aan de kutjump. Vroeger helpt het altijd om Allahbar te loopen. En dan hielp het gewoon. Dus ja, ik ga het nu terug proberen. Allah Akbar! Ah, ik dacht dat ging lukken, maar... Nope. Ik ga deze video de jump halen. Het is mij al eerder gelukt, ja, waarom zou het mij dan nu niet lukken? Op zich wil ik wel de VIP rang kopen, maar dat is 14 euro. En ik zie at the moment nog niet echt de reden. Al ja, VIP plus is 14 euro. Of ja, zoiets ongeveer. En ik zie at the moment nog geen reden om VIP plus te kopen. Dus ja, een survival whitelist is ook 3,5 euro. Ja, dat zou ik wel nog wel uitgeven. Maar ik speel alleen maar survival in mijn eigen wereld, you know. Die Mongol is daar gewoon overgeraakt. En ik kan dat niet. Wat voor fucking noob ben ik dan? Jesus. Oh. Ik heb hem gewoon gehaald. What the fuck? Oké, nu deze. Ja, ik ben op de boom. What the fuck? Die zijn... Vroeger sprong ik altijd daarop. Zodat je eigenlijk ook gewoon ernaast kunt springen. Ah, ja, nu was ik er dik over. Ja, als je niet op de precious plates gaat, dan krijg je een elytra. Maar ik moet die elytra niet hebben, bedoel. Oké, ja, nu zijn we best ver. Ja, ik had beter niks gezegd. Oh my god. Ja, het is echt de laatste keer dat ik dit doe, want... Ja. Ja, jongen, duw mij er dan af, hè. Oké, ja, nu is het echt de laatste keer dat ik probeer. Kijk, hier die gast heeft een elytra. Hopelijk gaat het parcours volgende keer iets beter. Vond je niet zoveel leuk, was het een blauw duimpje. Klik onder mij om voor de video te gaan van gisteren. En naast mij staat het uploadschema van volgende week. Dus ja, ik zeg gewoon ciao. En ja, geniet nog van het zondag weekend. En ik zal misschien ook eens naar buiten gaan. Maar echt, ciao.